Jacco en Dick, jullie gaven vanmiddag een masterclass. Waar ging die over? Het ging over hoe je de luchtvaart groener kunt maken en stiller. En hoe kan dat? Nou, door onder andere met het gas dicht naar Schiphol toe te vliegen in een continue daalvlucht. En door met elkaar duidelijke afspraken te maken door het delen van open data en open source. Door directe routes te vliegen. En ook soms door over de grenzen van individuele stakeholders heen te kijken. En zijn we daarmee al begonnen of is dat toekomstmuziek? Een aantal dingen doen we al. Ik bedoel, we hebben heel veel vooruitgang gemaakt. Maar er zijn ook een aantal dingen waar we het meer hadden kunnen doen. En waar wachten we op? We wachten op onder andere een regievoerende overheid. Onafhankelijk gefinancierd onderzoek voor dingen die stakeholders grenzen overschrijden. En soms ook gewoon voor wat visie. En Dick, je had het vooral over geluid, hè? Ja, ik heb het met name over geluid gehad. Ik heb met name een zaak gemaakt van laten we bij ieder vliegveld in Nederland ook naast het rekenen ook gaan meten. Standaard met een meetnetwerk. Om de modellen goed te valideren. Onder andere om het vertrouwen bij de bewoners terug te krijgen. En ik heb ook gewoon heel duidelijk laten zien dat die meetsystemen helemaal niks ingewikkeld zijn. Die zijn op de markt, die kan je gewoon kopen. En ik zou eigenlijk gewoon continu op alle vliegvelden willen meten. Gebruikmakend van de technologie die we gewoon nu hebben. Ja, en wat houdt ons tegen? Nou, volgens mij houdt niets ons tegen. Schiphol heeft al een heel mooi netwerk, een mooi meetnetwerk van het NOMOS-systeem van 50 stations of zo. En ik heb laten zien dat die modellen en die metingen best aardig met elkaar overeenkomen, zeker de laatste jaren. En ik heb ook begrepen dat het ministerie van INW daar ook wel oren naar heeft om dat zo in gang te zetten met hun programma. Is het een oproep aan ons ambtenaren van INW? Op sommige gebieden wel. We doen natuurlijk ook al veel samen. Maar op sommige gebieden denk ik dat we ook nog zeker meer kunnen doen. Ja. Oké. We nemen het ter harte. Dank je wel. Graag gedaan.